Ik ben helder dolle, want ik heb kleding besteld voor mijn webshop. Soms laat ik niks meer horen omdat ik gewoon serieus geen verschil merk bij een product. Ik denk dus dat ik dit ga weggeven. Het is niet de bedoeling dat ik mensen zou zien, maar ik heb het dus gewoon gedaan. Krijgen wij de hele collectie toegestuurd of zo? Nooit gegeten. Vet erg stress. Het is heel mooi. Ik ga nog meer poeder opdoen, want je moet echt helemaal mat zijn. Voor de foto. Achterfoto's lukt me gewoon niet, zag gewoon niet uit. Oh, wat vind je naar diarree? Na mijn zwangerschapsverlof er nog even mee door. Kijk dan. Dat. Morgen. Het is bijna 8 uur en ik was om 3:15 nog wakker. Ik ben 's avonds zo druk. Ja, zo druk. Dat is niet normaal. En ik had weer een nachtmerrie. Het is echt niet leuk. Jeetje, Mina. Nu ga ik douchen. Pakketjes? Hi. Hey jongens. Ken je me nog, Point? Het is voor mij ook wel om weer een kat te zien. Ja, fijn. Kennen jullie mij nog? Volgens mij zijn ze wel blij. Oh, dit is toch smeltgehalte? Hey Noah. Hey liefje. Zijn er weer? Noah. Noah. Oké, jongens, ik heb niks gefilmd op de terugreis naar huis, maar dat was ook niet boeiend. We zijn 1 keer teruggereden, het is nu bijna 1 uur. Heel blij dat we 1 keer gereden zijn. Doei! Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik word net wakker, wij zijn net weer thuis op vakantie, gisteren nog thuis gekomen. Ik ben heel door dolle, want ik heb kleding besteld voor mijn webshop. 6 dingen. En echt alle webshopbestellingen zijn niet hier, die zijn allemaal dingen afgeleverd. Omdat degene in het huis, die had aangenomen, die was niet thuis denk ik. Maar 1 pakketje is vandaag gekomen. Maar onder dit jurkje. Ik ben helemaal blij. Want het is dus maat 14. En in principe heb ik maat 44. Maar dit jurkje gaat wat lastig. Dus ik weet nog niet of ik deze als model kan gaan dragen. Maar de andere 2 items zitten helemaal goed. Een heel leuk leopard blouseje. Oh, dat ziet er echt niet uit. En een hele leuke mosterdgele bloemenjurk. Dus ik ben zo door het dolle. En de kwaliteit is zo fantastisch. Ik denk als het zeker nog online komt dat het hopelijk al uitverkocht is. En misschien een nieuwe lading besteld heb. Ik durf niet te veel te bestellen, want we gaan echt failliet. Met hoeveel ik bestel. Oké, jongens, ik ga jullie even 3 pakketjes laten zien die ik had gekregen. Heb ik gisteren al uitgepakt. Ik ga even een beetje snel doorheen. Maar dit had ik al iets van 3 maanden geleden een aanvraag van gekregen. En hier ben ik al zo lang benieuwd naar. Sugar Beer Hair. Dus ja, ik vind het wel altijd heel moeilijk, moet ik zeggen. Dan gaan jullie dus vragen van, werkt het en zo? Ik vind dat heel lastig te zeggen. Mijn haar groeit sowieso wel heel erg snel. Maar ik ga het sowieso gewoon nemen en... als ik er iets van merk, zal je het wel van me horen. Je kunt altijd vragen als je denkt, hey, als ik het vergeet om te zeggen bijvoorbeeld of zo. Maar soms laat ik niks meer horen omdat ik gewoon serieus geen verschil merk bij een product. Of het niet weet, of weet je. Maar dit zijn dus gewoon hele lekkere zoete snoepjes. Die heel erg goed zijn voor je haar. En ik heb deze gekregen. Marionella Nidla is mijn favoriete merk masker om haar bruin te houden. En hun shampoo is ook heel fijn, denk ik. Maar ik had dus hun zilvermasker. En daardoor is mijn haar echt heel erg zilver geworden. Dus ik ga deze voorlopig even niet gebruiken. Omdat mijn haar nu juist weer wat warmer moet worden qua toon. Maar ik ga zeker bewaren voor als mijn haar weer gedaan is of zo. Dan is het top om deze te gebruiken. En ik heb van NYX wat spulletjes gekregen. Een pore filler. Een shine killer. Superleuk. Een matte finish. Fini matte. Setting spray mini. Volgens mij is het allemaal een beetje voor festival of zo. En dewy finish. En weer deze mascara. Oh, nu de waterproof. Waterproof versie. En een finishing powder. Oh, dit zijn echt allemaal producten die ik zou gebruiken. Dus ik ben er heel benieuwd naar als ik... je hoort het vanzelf als ik het goed vind of niet. Of wat dan ook. Dus yes. En je moet er 2 per dag nemen. Helemaal prima. Oh, je moet eerst goed bijden. Dit is gewoon snoep. Wow. Cruelty-free, soja-free, gluten-free. Helemaal alleen natuurlijke dingen zo erin. Nou, ben benieuwd. Oké, weer even een pakketje vanuit de auto. Gucci Shop verkoopt nu ook Makeup Revolution. En daar heb ik make-up van gekregen. Ik laat het allemaal even snel zien, want ik heb echt te veel om het uitgebreid te laten zien. Maar Lipstick Collection Bare. En een heel mooi palet. Met echt hele mooie highlighters. Heel mooi. Dit ziet er ook echt super mooi uit. Ook highlighters. En Supreme Hold Finishing Spray. Oh, postzegels. Of heb je die gekocht al?
Hoogschaduwpalet met echt hele bijzondere kleuren. Een beetje nieuw, maar ook heel opvallend. En volgens mij een hele goede gepigmenteerde matte liquid lipstick in een hele mooie donkere kleur. Dankjewel, Lucy Shop. En nog een pakketje. Ik denk dus dat ik dit ga weggeven, omdat ik zoveel make-up heb. Ik vind het altijd een beetje gek om als ik iets krijg het meteen weg te geven. Maar aan de andere kant, ik heb zoveel en dan wordt het tenminste echt gebruikt. Ik ga hem wel heel eventjes hier openmaken. Want het is wel leuk als ik even laat zien wat er echt in zit. Het is sowieso echt super leuk gedaan in zo'n zak. Je hebt een... Kijk, deze heb ik bijvoorbeeld ook al. Een Prisma Holographic Stick. Een Prisma Loose Powder Highlighter. Een... Wat is dit? 4-in-1 brush. Dit is heel zwaar. Een Lip Kit Matte Liquid Lipstick. Een Holographic Lip Gloss. Oeh, die wil ik. Maar die geef ik ook. En een oogschaduwpalet. Superleuk. Wil je dit winnen? Dan moet je mij volgen op Instagram, even op volgen op YouTube. En dan eventjes hieronder laten weten in de reacties dat je mee wil doen. En over ongeveer 2 weken reageer ik dan op een winnaar. Zet even je Instagram bij je reactie, want dan contacteer ik je via Instagram over ongeveer 2 weken. Oké. Okay. Een hele dag zonder make-up door het leven gegaan. Dat is niet de bedoeling dat ik mensen zou zien, maar ik heb het dus gewoon gedaan. Ik ben trots op mezelf, zelfs door de supermarkt gelopen. In Weesp. Dit is dus het leven. Alle perspakketten zijn zeg maar al weg. Dit is groothandel. Dit is groothandel. Het lijkt misschien niet heel groot, maar het is echt enorm. Bobby, het lukt je niet. Wat doe jij? En het is al bijna 7 uur. We hebben stoommaaltijd gekocht, want we gaan niet koken. En we wilden ook niet ongezond doen. Geen orders gemaakt, geen kledingfoto's gemaakt. Andere dingen moesten we doen. Heel druk geweest. Niet boeiend. Daardoor tijd vergeten, geen magneetsluitingen kunnen bestellen. We hebben nog maar 1 magneetsluiting, terwijl er heel veel armbanden zijn besteld. Dus we kunnen vanavond geen armbanden maken, kunnen morgen geen armbanden maken, kunnen pas donderdag armbanden maken. Terwijl ik eigenlijk vanaf morgen weer wilde gaan verzenden. Dus ik hoop dat mensen denken, ik heb al zo lang gewacht, die extra dag boeit ook niet echt. Ik was niet heel... Ik had niet echt gezegd, het is er sowieso dan. Maar ik zei eigenlijk wel dat ik woensdag weer zou gaan versturen. Die grote andere pakketten uitruimen gaat ook 4 uur duren of zo. Dus dat wordt een leuke avond. Ik vind het wel echt leuk hoor. Maar het is nu gewoon even heel veel als je thuis komt. Oké, jongens, ik zag dit al op Instagram. Toen dacht ik, al zou ik het ook hebben gekregen. Dit is echt ziek hoeveel dit is. Dit is dus nieuw. Oké, dit is gloss. Dat vind ik heel leuk. En dit is stick, suède. Maar dit is niet normaal. Krijgen wij de hele collectie toegestuurd of zo? Moet je even zien, Ruben. Is dat niet normaal? Jeetje. Nou, als je nu een make-up kanaal bent en je wil graag een swatch video maken. Ga leuk weggeven. Ja, ik geef sowieso wel echt dingen weggeven, maar ik geef wel vaker dingen van Nick. Kijk hoe leuk dit eruit ziet met die hartjes. Ik ga gewoon denk ik de nude kleurtjes eruit pakken, want dat is het enige wat ik draag. Zoals dit ziet er echt heel leuk uit. En de rest toch maar weggeven. Vroeger ging ik dan alles testen, dan dacht ik ja, ik krijg het opgestuurd om het te laten zien. Maar het is zo zonde, want uiteindelijk ga je al die make-up niet gebruiken. Dat vind ik gewoon eigenlijk echt belachelijk. Ik ga er nu even 1 testen. Hij ruikt niet normaal lekker. Hij heet Violet Smoke. Ik hoop dat hij iets rozeriger is dan paars. Oké, is wel heel heftig. Ah. Maar komt hij echt overheen? Ja, zie je, hij is hier wel wat meer roze. Ja. Dit had ik een hele mooie kleur gevonden. En dit is het laatste voor nu volgens mij. Ik heb ook weer van Bobbi Brown iets gehad. En het zou eerst stoppen, maar het is toch wel doorgegaan. En in de vakantie had ik een mail gekregen of ik allemaal kleuren wilde doorgeven. Echt super chill. Maar heb ik dus niet gelezen, want ik ging expres niet op die mail. Hier ben ik heel benieuwd naar. Altijd wel echt heel leuk om die producten te testen. Enriched Mineral Water and Cucumber Extract. Toner. Tonic. Toner. Protecting Face Lotion SPF 15. Die had ik echt op vakantie willen hebben. En een parfum en die heet Beach. Ik baal altijd als ik een parfum test en de geur is niet die ik van had verwacht. Dan denk ik dus ook, oh, ik had het iemand toch kunnen geven. Maar ik ga deze wel echt testen, want daarvoor heb ik hem wel echt gekregen. En dan hopen dat ik hem lekker vind. Wat een pakket, jongens. Echt zo leuk. Maar omdat die groothandel er ook nog bij is, is het zo niet normaal veel. Hebben jullie ooit een parfumdoosje gezien die zo open gaat? Oké, het ziet er echt super simpel uit. Wel chic. Oh, dit ken ik, deze geur. Het is een eau parfum. Een hele volwassen geur. Ergens vind ik het wel wat meer voor oudere dames of zo. Het is in ieder geval echt niet zoet. Maar hij moet even opdrogen. Het ruikt naar
oude vrouwen, oude mannen aftershave in de wc een beetje. Maar wel luxer, vind ik. Maar een beetje naar oude mensen. Ik vind dat zo stom als ik er niet enthousiast over ben. Maar kom je met zalm is het ook niet zo lekker geur. Kijk, dit is een stroommaaltijd. Ik heb nooit gegeten. Het kost 5 euro. Ja, toen dacht ik, ja, maaltijdsalade kost ook heel snel 5 euro. Oh, het is wel echt heel lekker, denk ik. Zeg maar wel heel veel groenten en zalm voor de hoeveelheid pasta. In ieder geval, die geur ruikt echt heel bekend. En ik weet niet of wie ik het ga geven. Ik vind het echt voor oude vrouwen. Ik snap het niet zo goed. Volgens mij had ik het een keer bij Laura gezien dat ze zei dat ze heel erg fan was van deze maaltijden. Het is niet... Ik zou er meer groenten bij eten normaal. Maar minder saus, minder vis. Het is echt heel rijkelijk gevuld. Lekker hoor. Laat even weten of jij wel eens een stoommaaltijd hebt gehaald. Zo ja, welk? Wat vond je ervan? Eet je het wel vaker? Dat soort dingen. Ga dat even weten. En of je nog meer van die gezonde kant-en-klare tips hebt. Soms willen we echt niet koken, maar ja. Ga je bestellen, dat is natuurlijk nog slechter en duurder. Dus het is echt heel chill. Over deze haarband was ik onder andere het meest naar benieuwd. En hij is geweldig. Kijk, ziet er nu natuurlijk wel niet uit. Het is een velvet haarband. Leopard. Hij is er ook in een ander leopard patroontje, een wat groter patroon. Heel mooi velvet, helemaal verliefd. Knot, heerlijk zacht, lekker wijd. Sommige haarbanden knellen je hoofd een beetje af. Dit is echt mijn nieuwe favoriete item. Verder stress. Zie ik ineens dat van de groene hartjesschuivers. Oh, mug hier. Van mijn allereerste ontwerp, de Jungle Jaguar Bracelet. Dat ik er nog maar 2 heb. En ik weet dat er sowieso 2 armbanden besteld zijn. En dat de groothandel ze niet meer verkoopt. Wat ik niet wist. Anders had ik wel meer gekocht. En dat van de Wild Girl bracelet de stof niet meer te krijgen is. Gelukkig heb ik daar nog wel veel van gekocht. Maar ik wil die gewoon voor altijd kunnen blijven maken omdat ze zo leuk zijn. Maar ja, je wil ook niet te veel inkopen. Want dan, als je weet hoeveel hier ligt, wat misschien al eens verkocht gaat worden, dan raak je gewoon failliet. En dat de schuiver van de Wild Girl bracelet, het ronde roze schuivertje, ook nooit meer te krijgen is. En daar hebben we nog een paar van liggen, maar dan is het op. En dat zijn echt mijn lievelingsarmbanden, mijn lievelingsontwerpen die ik echt voor altijd erin wil houden. Dus ik behaal de stekker. En dat we nog maar 5 leopard bedels hebben. En ik weet niet hoeveel leopard armbanden er besteld zijn. En ik zie dat hier hangt nog eentje aan een armband. En hier, dus die nog 3 hangen er hier. Dus die kan ik er nog makkelijk afhalen. 4. Dan denk je misschien afhalen klinkt echt raar, maar ik bedoel, dit heb ik hier aan bevestigd, dus dat kan ik er ook zo weer afhalen. Dus ik ben heel erg aan het balen. Natuurlijk, de laatste dag heb ik alle niet-armbanden gedaan en Ruben heeft alle armbanden gedaan. Dus ik had helemaal geen kijk op hoeveel we nog hadden van alles. Dus ik word een beetje gestrest. Jongens, goedemorgen. Wij gaan zo allemaal bestellingen maken. En Vista Print pakketje is er net. Ik heb visitekaartjes en kaartjes voor beide orders en ik ben zo benieuwd. Voor beide orders heb ik trouwens gewoon de dunste flyers gedaan. Ik dacht, ja, iedereen gooit het toch meteen weg. Dus ik hoop echt dat het wel een beetje mooi is. Het is heel mooi. Het is heel mooi. Ja, maakt mij niet uit dat het dun is hoor. Ik moet even mijn hand erop doen. Dit is een speciale code. Kijk. Mooi. Oh. Ik ben er blij mee. Het maakt toch helemaal niet uit. Kijk, het is dun, maar de kwaliteit is even scherp. Dus dan denk ik van, dit is echt zo'n flyer. Kijk, ik vond het heel leuk om persoonlijke kaartjes te schrijven, maar het is eigenlijk gewoon te veel werk. En dit ziet er ook veel professioneler uit, vind ik zelf. Want ik denk dat iedereen die zeg maar het echt leuk vond om echt bij mij te bestellen, ook wel al besteld heeft en dat persoonlijke kaartje al heeft. Weet je wel? En dit is ook gewoon door mij gemaakt, alleen digitaal. En nu de... Oh, ik maak ze een beetje dom open. Ik ben te ongeduldig. Visitekaartjes. Ik weet nog niet precies. Ik denk dat ik dat zeg maar in mijn portemonnee doe. En als iemand dan vraagt van, hé, wat is je shop? Deze kwaliteit is wel echt bizar mooi. Het logo die dus gemaakt is. Heel scherp. En alle info. Sorry voor mijn hoofd. Heel mooi stevig. Ik heb volgens mij wel de deluxe of zo gedaan. Ik weet het niet meer. Ik wilde wel echt een mooie. Als iemand dan zegt, hé, waar is je ding van? Hier heb je visitekaartje. En het matcht. Vinden jullie ervan, jongens? Oké, ik wil echt heel erg graag gewoon voor een witte muurfoto maken. Het is echt een drama.
Dit ziet er sowieso niet uit. Ik moet dan voor dit gaan staan. Maar dan zit dat ook weer in de weg. Ringlamp met donker was niet mooi. En werd het weer niet scherp. Nu probeer ik maar gewoon met daglicht. Maar ik wou het liefst zelf met een statief. Maar een statief kan niet zo. En het moet dus zo. Dus dan moet Ruben het doen. Het is echt een heel drama. Oké, jongens. Eerste jurkje. Outfit. Beetje sieraad erbij. En dan gaan we maar gewoon proberen. Oh, ik zie er wel goed uit. Top. Jurk is echt geweldig. Wel heel sexy, maar je kunt hem altijd met veiligheidsspeldjes vastzetten. Dat doe ik meestal. Dat ga ik nu niet doen, want ik wil wel laten zien zoals hij is. Ik ga nog meer poeder opdoen, want je moet echt helemaal mat zijn voor de foto. Ik ben benieuwd, jongens. Spannend. Mijn licht in het gezicht? Moet ik mijn benen trouwens houden? Hoezo? Nee, niet bij elkaar. Ja. Het hele toch? Nee, juist niet. En toen was de batterij leeg. Natuurlijk. Leuke been. Bedankt, camera. Het is bijna 6 uur. Ik leef volgens mij niet meer, jongens. Ik weet niet hoe laat we begonnen. Uiteindelijk heb ik dus mijn statief gevonden die ik al best wel lang kwijt was. En heb ik het dus zelf gedaan. Met Ruben foto's maken is gewoon een drama. Ik moet het ook gewoon zelf kunnen doen. Als ik vaker kleding wil bestellen, anders ben ik altijd afhankelijk van iemand. En ik wil niet dat je in mijn ogen ziet dat ik shaggy ben. Omdat ik met Ruben foto's maak die er geen zin in heeft. Maar het was wel even helemaal zweterig. Het is heet. Maar zijn de foto's dus wel echt leuk geworden. Ik vind dus... Kan je alleen voor foto's doen? Want achter foto's lukt me gewoon niet. Het zag er gewoon niet uit. Maar dat moet dus wel. Dat heb ik filmpjes uiteindelijk maar gemaakt. Maar dat is allemaal veel te veel gedoe. Dus ik weet nu niet of ik nu live moet gaan met alleen voor foto's. Dus ja, een paar uur verder. Ik heb net een tosti naar binnen gewerkt. Dat was mijn ontbijt. Ik had echt moeten eten. Ik was helemaal trillig. Ik moest het af hebben gewoon. Dus ik ga nu alles bekijken. Dat duurt ook wel even. Leuk douche, hè? Deze is ook plus size trouwens. Want ik heb nu een 40 aan. En die valt al groot. Prima. Oké, jongens. Er waren echt zoveel mensen op de site. Ik weet niet meer wat ik gevlogd heb. We hebben serieus voor de derde dag op rij een stoommaaltijd. Volgens mij is het echt niet slecht. Gewoon geen tijd. Ik had tegen Ruben gezegd, morgen ook even een werkloos dagje. Want sinds we terug zijn alleen maar gewerkt. Er valt wel een last van me af. En ik ben heel erg blij nu de kleding online staat. Het moest helemaal niet of zo. Maar het was binnen. En ik was zeg maar, wat is lekker. Ja, jullie willen het, maar jullie rusten niet zo. Op vakantie was ik alleen maar... De vakantie was geweldig. Maar omdat ik gewoon zo enthousiast ben, wilde ik gewoon serieus naar huis om die kleding te zien. En te kijken of ik het paste en foto's te maken. Maar het was echt een drama om de foto's te maken. Maar nu ik de foto's heb, ben ik echt zo blij. Ik vind de foto's echt goed. En ik heb gewoon mazzel dat ik gewoon, ja, wel in principe goed op een foto kan staan ofzo. Daar ben ik altijd heel erg blij mee. Dus, blouse is zo chill. Wat wilde ik zeggen? Wat wel heel fijn is dat van dit blouse, dat er tenminste, dat ik deze in een andere mate heb, waardoor er meer XL beschikbaar is van dit blouse. Dat is heel erg fijn. Omdat ik natuurlijk zelf XL heb, is het XL altijd maar heel weinig beschikbaar. Verder laat even weten wat jullie ervan vinden. Ook al is misschien nu de kleding wel bijna allemaal uitverkocht of zo. Het liefst, ik heb een heel leuk roze jasje gezien. Twee keer als je wil ik dat ook bestellen. Maar ik moet gewoon eerst kijken of het loopt. En het feit dat nu twee mensen al besteld hebben, betekent niet dat het gaat lopen. Ik weet dat heel veel van mijn kijkers XL hebben. Dat je gewoon niet XL los kunt bestellen, maar dat je een heel pakket moet bestellen. Dat is zo vervelend. En op sites waar je los kon bestellen, vond ik de kleding gewoon niet leuk. Dus. Maar deze heb ik dus in een 40 aan. Dus deze kun je ook, kijk, die is echt los. Dus deze zou ik eventueel een 38 oppassen, zodat die strak is. Deze kan je misschien zelfs met maat 46, kan je een 42 aan, dus dat is wel top. Verder moet mijn weekvlog nu geëdit worden. Maar ik ben zo moe, dus ik ga heel even chillen. En de woonkamer terugzetten en zo. Er zijn allemaal pakketten binnen van groothandel. We hebben serieus heel erg vet. Gisteren dit gekocht, ik weet niet of ik dat had gezegd. Dit is een hele doos met winterspullen. Ik heb het al ingepland, maar nog niet online gezet. Geweldige winterspullen. Laat me even in de reacties weten wanneer denk jij dat ik dat ongeveer online zou moeten zetten. Hallo! En daarnaast kleding en tassen.
heel erg leuk. En Ruben heeft vandaag weer heel veel orders gemaakt. Nog steeds van de vakantie. Hoehoe, hard werken. Goedemorgen. Oh, wat zink je naar diarree? Oh. Oh my god. Ik wou zeggen... Oh, ik moet even ergens anders staan. Ik zeg toevallig... Ik wil echt wel heel lang iets van Suit krijgen. Gaan mensen weer irritant doen. Ik bedoel gewoon... PR-bureau waar ik vaak pakketjes van krijg, heeft ook samenwerking met Suit. Dus ik hoop altijd weer dat ik iets van Suit krijg. Maar het is nog nooit gebeurd. Dus ik zei nog tegen Inees hoe jaloers ik op haar was. Want ze had dit gekregen en een tas. En ook nog een koffer. Ik zei, oh, ik ben zo jaloers. En nu kreeg ik dus, het zei ik van, oh, ik wil echt meedoen. Want ik had al een keer gemaild, maar had ik geen reactie op. Dat ik echt gewoon zo graag iets van Suit wil. Sommige mensen valt het helemaal in het verkeerde keelgat altijd als ik dit zeg. Maar je kunt als YouTuber dus iets aanvragen. Dat is natuurlijk heel erg leuk voordeel aan YouTuber zijn. In ruil voordat je dat dus nu reclame hiervoor maakt eigenlijk. In ieder geval, lang verhaal. Heb ik nu dus zonder dat ik het heb gevraagd ook iets van Suit gekregen. Ik ben net op vakantie geweest en ik heb zelf een hele leuke paspoorthouder van mijn eigen webshop. Maar deze vind ik wel echt heel erg tof. En ik hoop natuurlijk stiekem dat ik nu vaker iets van Suit mag ontvangen. Want ik vind het zo'n geweldig merk. Het is in ieder geval heel erg bedankt mooi. Ik vind het echt... prachtig. Ik vind het merk zo leuk. Laat even weten wat jullie van het merk vinden als je dit ziet. Denk je dan ook altijd, ik moet het hebben, goals? Ja, hè? Hi. Oh, Fluffball. Lekker liggen op je kussen. Fluff. Ben je een beetje moe? Lenig. Fluff. Fluff. Wat is dit? Bobby. Kom klimmen. Wow, buikspieren.nl. Je bent echt zo gespierd, Bobby. Doei. Ik ga verder met mijn weekvlog, ja? Bobby? Deze zijn net nieuw. Dit is zo dom, jongens. Helemaal. Ik zie aan de verzendzakken lopen krabben. Mag niet, maar je snapt het niet, dus ik mag niet boos worden. Ik haat het dat je zo schattig bent. Hallo jongens, het is zaterdag. En wij zijn een beetje gewoon bezig in huis. En we gaan zo naar mijn ouders. Ik wil even laten zien hoe ik meestal het opmaken. En ik heb dus echt het liefste contactpersoon ooit bij Nick, Cynthia, heb ik al eens verteld. En die heeft me, ik kan echt niet meer zonder hun brow pencil op vakantie. Ben ik er heel zuinig mee geweest. Heb ik echt een beetje gebruikt als het echt nodig was. Want hij was bijna op. En nu kom ik dus uit van vakantie. En heeft ze me gewoon 6 nieuwe opgestuurd. Ze zegt, dan kan je tot mijn zwangerschap, na mijn zwangerschapsverlof er nog even mee door. Dit is dus echt ideaal. Dus ik wil het wel even met jullie delen. Even wachten hoor. Ten eerste, het ziet er zo raar uit. Doe je er best wel lang mee? Het vaak zijn... Wat? Heb je die gepakt? Oh, dat is fijn. Ik drink nu sinds we thuis zijn. Ik heb geen eens het tijdsbesef. Ik ben nog niet eens eruit geweest. Geen koffie. Omdat hij in de auto lag en ik te lui was om hem te pakken. En ergens dacht ik, het is goed, dan kik ik af. En dit is de eerste dag dat ik niet echt hoofdpijn heb. Hoe lang duurt het voordat je afgekikt bent? Ik weet niet. In ieder geval. Heel veel brow pencils zijn heel waxachtig. Of te droog. Dit is niet gesponsord. Ik heb het al gekregen. Omdat ik het gewoon heel fijn vind. Of ze zijn heel erg snel op. En dit is dus deze. Ik heb van mezelf best wel... dit is mijn natuurlijke wenkbrauw. Weinig. Helaas door te veel epileren. Groeit gewoon niet meer. Hier wel veel haar. Maar best wel een donkere kleur. Dus ik neem altijd een kleur lichter dan mijn eigen kleur. Ik heb de kleur taupe. En dit is de micro brow pencil. En het is zo chill deze voorraad. Ik neem dus de kleur taupe een kleurtje lichter. Want als ik donkerder doe zie je dat heel erg snel. Oh. Ik heb de verkeerde aangevraagd. Oeps.
heb een verkeerde girl pencil aangevraagd. Deze kreeg ik. Toen ik deze kreeg, de eerste keer dacht ik, oeps, ik heb de verkeerde aangevraagd. Want die ik had was dunner. Nu, was ik dat even vergeten, heb ik deze aangevraagd. Dacht ik, Precision Brow Pencil, dat is deze. Kijk, ik heb dit nog. Dus de laatste had ik nog aan. En nu heb ik dus de verkeerde aangevraagd, dat is deze. Maar dit is volgens mij die ik aan het begin dus heel fijn vond. Maar nu, oh, dat zou echt super stom zijn. Deze is veel lichter. Dit is meer grijzig. Loser. Micro. Deze is kleiner. Nou, we gaan het proberen. Ik weet dat ik er eentje had. Die heb ik zelf toch gekocht in Amsterdam. En die vond ik echt geweldig. Voor mij hoe... niet opvallend mogelijk, hoe beter. En volgens mij is dit echt geweldig. Die ander zag je wel dat ik mijn wenkbrauw had getekend. Maar al gewoon, ik vond het al geweldig. Omdat vergeleken met poeder was het echt heel mooi. Maar hier... Volgens mij vond ik deze dus nog fijner. De kleur is echt... Ik zag mijn wenkbrauw. Het enige verschil zit je met... Dit is een heel erg dun puntje. Echt micro. Wel top. En met deze kon je wat luier. Dat zeg maar een wat langer... Kon je in één keer een wat breder vlak zetten, zeg maar. Hier. Dus dat kan met deze niet. Maar volgens mij is deze beter voor mij. Alleen dat, zeg maar, echt het tekenen van de vorm moet je dan eigenlijk echt... Ik ben er heel slecht in, hoor. Echt een beetje tekenen, zeg maar. In plaats van dat je in één keer een streep zet. Maar nu zie je letterlijk... Ik ben benieuwd wat mijn vader zegt altijd. Heb je je wenkbrauw overdreven? Hierbij zie je letterlijk niet dat ik dit heb ingetekend. Dus het, volgens mij is het nu, zeg maar, een gelukje bij een ongelukje, noem je dat? Ik zie het wel omdat ik het niet goed kan. Zie je, het ziet er best wel natuurlijk uit. Als je het goed recht doet. Dus ik denk dat ik het verkeerd heb aangevraagd, maar dat het eigenlijk dus heel fijn is. Omdat dit dus eigenlijk de goede is. Maar die anders is ook heel goed. Nu kan je heel precies mee werken. Oh, dat is top. In ieder geval, ik ben mega. Dit is gewoon zo nasty. Dat had ik toch in mijn vakantievlogs verteld. Dat ik dus... mijn ogen zijn trouwens weer donkerder blauw sinds ik in Nederland ben. En mijn wallen zijn nog heel groot. Wow, deze camera is goed als je zoomt. Wow. Dat is raar. Kijk dan. Kijk of hij nog scherper kan. Dat is cool. Want ik ben een beetje soms teleurgesteld in deze. Wauw. Chill. Kan je gewoon... Ik ben heel erg verbaasd. Ik kan hier gewoon video's mee opnemen. Oké. Ik moet het gewoon vaker die zoomfunctie gebruiken. Kijk, ik heb echt weinig haar. Opmaken in de spiegel is wel makkelijker dan dit. Goed. In ieder geval, volgens mij is het dus wel... Vond ik hem wel best wel prijzig. Iets van €15 of zo. Misschien zeg ik het nu verkeerd, hoor. Maar het maakt je leven zoveel beter. Je krijgt zo vaak make-up die je niet gebruikt. Het is zo zonde. Dit is dan zo geweldig. Ik heb het alleen hier nu niet zo goed gedaan. Een beetje te dik gedaan hier. Ik moet een beetje mee oefenen nog. Dat is echt top. Dit, ja. Dit was zo'n buisje die dus maar niet wegging. Ik ging er maar aan krabben. En nu is het gewoon een soort van wond geworden. En ik hoop niet dat ik voor altijd nu een litteken heb. Dat is echt heel lelijk. Nou, prachtige camera. Dit zijn mijn brows. Laat even weten of jullie hem ook zo goed vinden. Zie je het verschil? Als je zoomt, is het een veel betere camera. Dus voor dan moet ik hem misschien maar altijd op zoom zetten. Oké. Okay. Ik kreeg dus een commentaar dat ik veel te dik scherm kijk. Ik weet het. Ik moet meer daarin kijken. Maar het is gewoon... Hier praat je tegen niks. Hier praat je tegen jezelf. Dat is gewoon makkelijker ofzo. Nou. Kleur top. Exact. Mijn eigen haarkleur. Helemaal geweldig. Helemaal blij. Tip. Micro Brow Pencil in Taupe. Brow to Precision Brow is heel goed. En ik ga nog even dit zo doen. Oké. Okay. Ik zie jullie straks. Ik bedoel, ik zie jullie straks. Ik moet echt hierin gaan kijken. Is het alweer leeg? Vult hier is jouw water. Oh, is dat? Rochetta. Maar het zijn er twee. Hey Robin. Wat? Oh, je vuur altijd de gisteren open, dat je zo graag bruschetta wilde eten. Dat is lekker. Ja, ik maak vast een paar zodat het bord wat leger wordt. Olivier vertelde laatst dat jullie dan een film maken, zodat hij dat ook wat even gaat maken. En dat jij dan komt hier met een lekker chips. En dat dit dan een half uur op de kutje kunt of zo. Lekker. Kijk Ruben.
Zijn hand. Dit had ik in een restaurant besteld. Waar ik geen rijbewijs op betaal. Nee, maar ze mocht. Ik heb voorgesteld. Dus ze mocht van mij rijden. Ik zeg altijd tegen Ruben dat ik niet mag rijden, maar eigenlijk mocht het nu gewoon. Oh, dat heeft mama heel vaak. Eeuw, bloed op je tong. Nee, heb ik ook net zo ze drogen. Het is niet een koortslip. Het is gewoon. Nee, het is gewoon een barst op mijn lippen krijg ik die zon. Dat is voor de vakantie al. Moet die dingen stop doen van haar? Die Ardenne. 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 Elisabeth, zo noemen wij het. Elisabeth Ardenne. Oh, Elisabeth Ardenne. Yeah. Oh, doe ik erop. Hij zegt zelfs dat, mag ik de Ardenne? 24-hour cream, Elisabeth Ardenne. Hoe weet je dat ik in de auto irritant ben? Ik denk dat bij jou ook naar Zwitserland. Ik ken jou toch. Ruben en ik gingen ook na zoveel uur. Word ik dan heel vervelend en dan ga ik in het Duits liedjes zingen. Welk liedje was dat ook weer? Schade. Nee, die vrouw niet dood. Die opera kwam er niet doorheen deze keer. Nee, we hebben geen Andrea. Nee, je wel, maar niet elkaar. Nee, maar het kwam er niet doorheen. Poesje miauw. Vorige keer. Poesje miauw. Maar ook als ze dan zo irritant lacht. Als die poes van jullie een vlieg probeert te vangen. Dat is zo leuk. En dan ziet iedereen, jouw lach. Jouw zonder weet de hele tijd. Oh, jouw lach. Oh, nou, ik ben helemaal blij van jouw lach. Nou, maar die vindt het weer goed. Ja, dat vind ik echt leuk. Dat mensen aardig zijn. Een ratelach. Als Ruben met Bobby vliegen gaat vangen, of muggen, is echt geweldig. Het poesje miauw? Wesp. Kijk, een wesp. Poesje miauw. Vind je mijn jurk mooi, poesje miauw? Poesje zo lijn. Mug. En een Griekenland. Hé, ik denk dat de mensen vijf zijn. Oh, jij heeft dan. Ik wil zeggen, ah, papa denkt dat met vijf zijn. Vaak op de film? Ja. We hebben dus, heb ik dat al een keer verteld? Ik wil het altijd al een keer namaken, maar ik heb het nooit gedaan. Dit is, nou, ik laat papa straks wel vertellen wat het is. Ja, raakt me het gewoon echt aan. Dit is ouders hier op halloumi. Je hebt thuis een tafel en dan aan beide kanten. Een soort hamburger. Een kerkbank. Oh. Jij moet een soort Insta-food kanaal doen. Het is, papa, mensen vinden het altijd leuk als jij in de vlog bent. Tuurlijk. Want jij zo aardig meneer bent. Ja. Aubergine. Nee, hoef ik er niet bij. Heel langzaam gegaard, een uur. Ja, lekker. Wow. Met Spaanse peper, knoflook en olie. Ingekerfd helemaal. Oh, ja. Helemaal gemarineerd. Zo. Met yoghurt met bunt. En ik heb hier, het is allemaal vegetarisch. Halloumi. Hè? Ja, halloumi. Maar het zijn wortelpignets met lenteuitjes. Het geluid meer in. Oh ja, korianderzaad. Lekker. En, nou ja, dat maar het is een soort hamburger, want hieronder zit weer halloumi. Er zit tussen ook weer halloumi. Een dubbele. En het is allemaal vegetarisch. En hele lekkere aardappels. Oh, jij bent ook vegetarisch, toch? Ja. Lekker! Nee, pescotarisch. Oh ja, pescotarisch, sorry. Oh, ja, wel sushi. Ja. En zalm gegeten op vakantie. Oh. Heel lekker. Wij gaan lekker aan tafel. Wie wil er nog meer aardappels? Dit is trouwens nieuw shell. Jurk, nieuw armband. Deze man. Maar hij staat altijd leuk op jouw video's. Papa is echt een chancer. Fijne vakantie. Kijk, hij is aandacht aan het trekken, joh. Oh. Wat een man. Hè, Ruup? Ik wil bijna Ruupje zeggen, maar ik weet niet. Ik heb zoveel pijn gehad. Oh, pijn. Echt extreem veel. Ik heb gejankt als een baby. Ik heb echt extreem veel pijn gehad. Wat ga je doen? Slaap had als een baby en jij jankt als een baby. Ga je kapje doen? Ja. Ruben was helemaal in paniek. Nee, roes. Hoe gaat het dan? Gewoon, volgens mij lachgas gewoon. NO2 roes, dus dan ben je echt even. Waarschijnlijk is dat je dus in een soort, soort tussenstand zit van bewustzijn en niet. Dus je slaapt niet echt, maar je maakt het niet mee. Je maakt die pijn niet mee. Nee, dus je bent er wel, maar niet helemaal. Je komt in een soort tussenfase. Richting de dood, zeg maar. Richting de dood. Je ziet ook een tunnel met veel licht zo. Dus je grootouders gaan dansen. En gaat het niet zo vaak dat je de herinnering niet. Nee, dat zou wel kunnen. Je hebt de herinnering niet alleen. Ja. Mama vindt Ruben heel leuk. Ja. En mama? Maak je het wel mee? Ik ook. Hij is van mij helaas. Mooi. Goedemorgen. Het is zondag. En ik ben heel erg gelukkig. Want deze hier heeft eten gehaald. En dan maak je mij dus erg gelukkig. En ik heb echt even een luxe eten. We hebben vers jus. Heel lekker. Ik eet eigenlijk nooit wit brood. Dat vind ik niet lekker, behalve met zalm. Zo'n wit broodje van Albert Heijn. Philadelphia. Met bieslook. Lang gerookte zalm. Ik heb echt luxe gedaan. Die is zo lekker. IJsbergsla en peper. Oh, ik ben helemaal gelukkig. En deze vatsige jongen heeft patat. Dat doet hij echt nooit. Healthy life.
Oké, dan gaat de weekvlog hier maar weer afsluiten. Als je nou een trouwe weekvlogkijker bent, zou ik het ook heel erg leuk vinden als je trouw je duimpje omhoog deed. En sowieso, omdat mijn weekvlog eindelijk op tijd is, doe even je duimpje omhoog. Zou ik heel erg leuk vinden als je mijn vlogs leuk vindt. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. En heel misschien komt er weer een weekendvideo trouwens online. Waarschijnlijk wel. Spannend. Oké, ik hoop het. Heel erg bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!